Hoi, welkom bij de Do-It-Yourself Diva. Vandaag gaan we deze mooie kaart maken. Wat je nodig hebt, dat zijn vouwblaadjes. Je hebt twee van die vouwblaadjes van dit formaat. Ik zal even kijken. Van 16 bij 16 heb je nodig. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon papier nemen. Maar vouwblaadjes is makkelijker, want kijk, je hebt niet het hele blaadje nodig voor één bloem. Want er gaan er vier uit een blaadje. Nou, heel simpel. Even door de helft en nog een keer door de helft vouwen. Doorknippen. En dan heb je je blaadjes. Dat doe je met twee verschillende vouwblaadjes. In totaal krijg je dan 8 van die vierkantjes. Maar 7 is voldoende. Als je zelf een ander formaat hebt, dus geen vouwblaadjes, maakt helemaal niks uit. Dan maak je dit soort vierkantjes van 8 bij 8 centimeter. En dan ga je daarmee aan de slag. Je hebt er 7 in totaal nodig. Met die 7 vierkantjes gaan we vouwen. Ook niet moeilijk. Eerst door de helft. Dan draai je hem om. Nog een keer door de helft. En nu moet je opletten. Je ziet, je hebt hier een vouw. Kijk maar, hier is die gevouwen. En hier aan de bovenkant heb je ook een vouw. En hier zie je allemaal losse stukjes waar het niet gevouwen is. We gaan nu een patatzakje maken, waarbij je deze vouwkant en deze vouwkant op elkaar doet. En dat is belangrijk, want als je dat niet goed doet, dan krijg je allemaal losse, ja, halve hartjes. En dat is niet de bedoeling, want we gaan bloemen maken. Kijk maar, hier zie je het. De vouwkanten. Hier de vouwkanten. En dan gaan we knippen. Je knipt hem in een soort rondje. Zodat je leuke bloemblaadjes krijgt. Kijk maar. Zo. Dan vouw je hem uit. En dan krijg je zo'n bloem. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bloemblaadjes. Dat doe je dus 7 keer. Dan ga ik dat natuurlijk niet 7 keer zitten doen op camera, want dan wordt het een berensaai filmpje. En dan haken jullie allemaal af. Maar ik doe het 2 keer voor. Dit is dus de tweede keer. 1 keer door de helft. De tweede keer door de helft. Nu komt het belangrijke. Niet de losse kantjes, maar deze vouwkant. Op deze vouwkant en dan komt alles goed. En dan hebben we weer een patatzakje. Ik vouw deze even terug, want dit wordt je malletje. De vouw zit hier. Hier zit ook de vouw. En dan gaan we hem op elkaar leggen. Kijk, let op dat het goed zo zit. We gaan het zo uitknippen. Vind je dat lastig om het precies te doen? Neem dan even een potlood. Trek hier omheen een lijntje en dan haal je hem weg en dan knip je gewoon op dat lijntje af. Maar goed, ik ben altijd eigenwijs, dus ik hou hem stevig vast en dan gaan we knippen. Precies dezelfde omtrek. En dat is mijn tweede bloem. Dit doe je dus 7 keer. Ik heb nu 7 van die patatzakjes. Je vouwt ze dan uit. En dan gaan we knippen. Je knipt er 1 bloemblaadje uit. Dus dan hou je eigenlijk 7 van deze stukjes over. Waarom is dat? Nou, kijk, eentje gaat dienen als plakstrook. En dan krijg je dit soort bloemetjes
met 1, 2, 3, 4, 5, 6 vakjes. Oké. Ik doe het nog een keer voor. Je vouwt ze uit. En je knipt precies 1 bloemblaadje ertussenuit. Maakt niet uit welke. Gewoon eentje. Dat doe je bij alle 7. Dat laat ik weer niet zien. Dus zet het filmpje maar even op pauze. Als je zelf tegelijkertijd de kaart gaat maken. Dan hebben we 2 kleuren stiften nodig. Ik gebruik altijd rood en zwart. Maar je kunt er natuurlijk zelf alle kleuren van de regenboog voor gebruiken. En dan teken ik een hartje van de bloem. En op deze manier vind ik het altijd heel erg gaan lijken op van die klaprozen. Vind je niet? Je kunt hem helemaal rond tekenen. Ik heb deze leeg gelaten, want ja, dat wordt toch onze plakstrook. Dus dat is niet nodig. Nummertje 2 laat ik ook nog even zien. Gewoon zo een beetje. Een beetje krassend zelfs, maar dat maakt niet uit. Dat is een speels effect. Dat doe je met zwart. De randjes van de roos, of van de klaproos, vind ik het leuk om gewoon zo van die boogjes te tekenen. En de plakstrook laat ik weer leeg. Ik doe er nog eentje voor. Het is heel simpel. Je tekent gewoon van die cirkeltjes. Deze laat ik weer leeg, de plakstrook. Het is misschien ook leuk om hier zo 2 streepjes te maken. Kijk maar, dit kun je helemaal naar eigen creativiteit doen. En dat doe je dus ook 7 maal. Het is tijd om te lijmen. De plakstrook hadden we apart gehouden. Nou, een goede klodder lijm erop. En dan plak je hem zo. Dat je een bloem krijgt met 6 blaadjes. En dat doe je dus weer 7 keer. Zo. De thee staat er niet voor niks. Want nu is het even tijd om te relaxen. Terwijl alles lekker kan drogen. Want je moet pas verder gaan als het echt goed gelijmd is. Als het echt goed vast zit. Want anders dan werkt het heel erg lastig. De theepauze is voorbij. We gaan plakken. Het is belangrijk dat je echt een druppeltje lijm nu gaat gebruiken. Vooral niet te veel. En we moeten de bloemetjes plat maken. Je begint met 3 bloemetjes bij elkaar. Het bovenste bloemetje leg je neer en dan doe je hier een tipje. Bovenaan het linker bloemblad. En een tipje bovenaan het rechter bloemblad. En dat is genoeg. Dan pak je een plat bloemetje. En dat leg je met 1 bloemblad hier zo precies op het hoekje. Met deze, hier blijven, doe je precies hetzelfde. Je pakt hem en je legt hem er zo op. Zorg dat het een beetje netjes recht hier uitkomt. Hier bedoel ik dan, in het midden. De situatie is nu zo. Hieronder ligt 1 bloem. Daar zijn 2 bloemen bovenop gedaan. Eentje hier, eentje hier. En het middenvakje, dat blijft leeg. Zo, ik zal hem even nog zo laten zien. Het verschuift een beetje. Dus ik moet de tijd gunnen om te drogen. Nu doen we 3 tipjes lijm op die bovenste bloemblaadjes. De bovenste 3. Kijk maar, deze. We maken weer een bloemetje plat. En we leggen dat erop.
en laten het drogen. Kijk, ik laat jullie zien hoe het nu is. Bovenop één bloem. Dan zit er hier eentje en hier eentje. We gaan nu eigenlijk precies hetzelfde doen als in het begin. We doen weer links en rechts een tipje lijm. We pakken weer twee platte bloemen en gaan die erop plakken. Eentje rechts en eentje links. Dus je houdt steeds die vorm met hier dat het leeg blijft. En dan is het tijd voor de laatste bloem die we erop gaan plakken. Doen we weer bovenop drie tipjes lijm. En we plakken hem vast. Dus herhalend, als je lijmt, doe je dat bij de bovenste drie blaadjes. De onderste, die komen gewoon niet aan bod met lijmen. Hier moet een leeg taartpuntje, bloemblaadje blijven. En tussendoor alles goed laten drogen. Maar je kunt natuurlijk ook een lijm nemen die heel snel droogt. Geen seconde lijm, dat hoeft nou ook weer niet. Maar er zijn snellere lijmen dan deze van de Action. We gaan het nu op een kaart plakken. Bij de Action hebben ze dit soort setjes, witte kaarten, witte enveloppen. Het bevalt mij prima. Soms zijn ze een beetje scheef. Nou ja, dan vouw je ze een beetje bij. Je legt de kaart open. En dan geef je... Ja, het maakt niet uit welke kant je pakt. Ik zal deze kant even laten zien. Je doet in het midden één tipje lijm. Dat doe je ook aan de andere kant. Dan echt het midden hier één tipje lijm. Voorzichtig beet pakken, in het midden leggen. En dan zo. Kijk. Je ziet, hij zit hier aan de vouwlijn. Kaart dicht. En even wat zwaarst erop zetten. Zodat het goed kan drogen. Even voorzichtig de kaart losmaken op sommige puntjes. Zo. Je hebt altijd natuurlijk nog wat lijmrestjes. Nou, dat haal je er even af. En kijk, hier is je bloemenkaart. Hij is natuurlijk nog niet af. Je kunt hem versieren aan de buitenkant met bijvoorbeeld heel leuk plakband of tape. Je kunt hem bestempelen, je kunt er een lieve tekst op zetten. Alles kan. Dit is een vrij eenvoudige versie die ik heb gemaakt met één kleur bloemen. Je kunt het ook anders doen. Bij deze versie heb ik twee kleuren bloemen gebruikt en daartussen ook gewoon bloemblaadjes geplakt. Je kunt zo'n kaart leuk versieren. Je ziet, ik heb hieronder ook een taartpapiertje geplakt. Dit is een wetenschapskaart geworden.